Waanzin. Ik zie een paard. Verkiezingsvlog. Verkiezingsvlog? Verkiezingsvlog 4. En Schede. Probleem met de islam? Ja, een probleem is er natuurlijk niet. 5. Dit zou dan een rusttrein moeten zijn. Wat nu volgt is allemaal niet waar. Het was gewoon geen goed verhaal. Nee, dat is een understatement, hè? Een understatement van de week, hoor. We kunnen wat drugs nemen. Oh, je bedoelt de PVV Den Haag iets vertellen even over Enschede? Ja. Nee, absoluut niet. Zo, nog 4,5 weken tot 21 maart gemeenteraadsverkiezingen 2018. Wij zijn deze week geweest in de gemeente Enschede. Enschede. Oké. Ver weg, hè? We zijn hier ver weg. We zijn uitgenodigd in het vakantiehuis van Vladimir Poetin. Wat opvalt is als je vanaf Den Haag naar Enschede gaat, dat je dan heel lang moet rijden. Dat is wel waar, ja. Get your motor running. Oh, yeah. Head out on the highway. Looking for adventure. Leuke manier om een gemeente te leren kennen, vinden wij. Om met de lijsttrekkers ergens af te spreken op een plek waar zij van denken, dit willen we nou eens aan jullie laten zien. Of hier is iets gebeurd de afgelopen jaren. Ja. Rijd niet echt lekker door in dit gebied. Nee, maar en hoe komt dat? Tractor, trekker. 5. Lijsttrekkers gesproken. Laten we ze eens even aan het grote publiek voorstellen. Laurens van der Velde, ik ben de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid hier in Enschede. Zo, dat is een dappere rol deze dagen. Ja, gelukkig is de waardering er ook wel hier. De wijk en de buurt in een plek waar we hier zijn, ja, dat is ontzettend leuk om te doen. Ja. Hoi. Hi, ik ben Niels hè, van den Berg, Burgerbelangen Enschede. Dat je iets kunt betekenen voor de samenleving. En dit is? Ivekort, CDA. Je wordt gedeeld, wordt drugs gebruikt. Het is voornamelijk drugstoerisme vanuit Duitsland. Die komen hier dan. Hé, hey, sta in de sneeuw. Koud man hier. Waanzin. Ik zie een paard. Oh, ik krijg van T-Mobile welkom in Duitsland. Margriet Visser, Enschede anders. Enschede anders. Menselijk betrokken daadkrachtig. Wat moet er anders in Enschede? Menselijker. Betrokkener ook. Lijst 10. Mooi hoor. Echt heel erg mooi. Mooi stukje Enschede toch? Ja, dit wel. De lijsttrekker van de PVV in Enschede. Jan-Willem Elfrink. Wat gaat de PVV regelen? Of we wat gaan regelen, dat is een heel groot woord. Maar we gaan ons wel inzetten voor de bewoners van Enschede. Deze koffie is echt very disgusting smeerpijpkoffie. Ja, deze is ook niet echt. We staan hier bij het wijkcentrum De Boei. Het dreigt er gesloten te worden. Wat is een wijkcentrum? Ja, een wijkcentrum is eigenlijk gewoon een plek voor ontmoeting. We mogen vast wel naar binnen. Ja, ja. Jouw bril. Ja. Ik denk dat we dit even met bril doen. Is dat even voor tussenshot? Alright. Zo koud, jongens. Ja? Ja, ik zou zeggen, moeten we je opwarmen, maar dat is ook weer niet. Jij had al voorgesteld om te gaan hardlopen. Hierachter ligt het zwembad, de brug. Dat is dicht. Dat is wel ernstig, hè? Want de wijkvoorzieningen die verdwijnen steeds meer en meer. Kunnen we drugs nemen? Kunnen we wat drugs nemen? Ik zat op te zoeken. Heb, heb je wat meegenomen? Nee, ik zat op te zoeken naar spuitjes, maar die kon ik niet vinden. Ik zeg altijd, jongens, blijf gewoon jezelf. Trek niet een te grote broek aan. Een belangrijk punt is natuurlijk de de-islamisering van Enschede. Dat houdt in dat we ons gaan verzetten, dat de grote moskee er komt. Nou zeggen veel van die andere partijen, die zeggen ja, dit is een one-issue partij. Die... Absoluut nee. De Xander en Vincent's appeltaart test. Mm. Hij is wel lekker. Ja. Niet? Jawel, hij is ook warm en dingen. Altijd goed. Niet te geloven. Okay. Veel gebeurt in Den Haag. Laten we daar maar eens even naartoe schakelen. Wie moet ik dan hebben? Joost, mag Joost. Het weten. Goedemiddag. Ja, daar is hij. Dinsdag begon het. Nee, was die idee. Dinsdag maandagochtend. Begon het met de kop, ik loog over Poetin. Zo'n krantenkop is zeldzaam. En dan nog wel de minister van Buitenlandse Zaken. Dat dom is geweest, dat blijkt wel. Och, dat was gewoon geen goed verhaal. Nee. Dat is een understatement, hè? Een understatementje van de week, hoor. Ja, sterker nog, binnen 36 uur. Weg. Hij wil zich nog wel verantwoorden. Voor de met afstand grootste fout die ik in mijn gehele carrière heb begaan. En dan is het einde loopbaan. Hardste val van een minister sinds tijden, zou ik zeggen. Ja, toch? Ja, je was goed bezig. Veel waardering en patsboom. Ja, je carrière aan guzzelementen. En hoe kan het nou dat hij dat ooit bedacht heeft? Let op, wat nu volgt is allemaal niet waar. Ik was begin 2006 aanwezig in de dasja van Vladimir Poetin. Is het nou opscheppen? Weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was. Hij zegt bronbeschermen. Nou, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad.
Maar hij heeft het verhaal wel heel vaak verteld aan mensen. Ja, je mag rustig weten dat er wel een traantje gevloeid is. Ja, doodzonde, want hij heeft het helemaal niet nodig, deze man. Ik drink vanavond een glas wijn met mijn vrouw. Dit was het, na 11 jaar. Niet iedereen mag hem, want heel veel mensen zijn het niet met hem eens. Maar het is wel een bekwaam politicus. En dat is ook voor premier Rutte en de VVD een aderlating. Weet je voor wie het ook vervelend is, dat Halbe Zijlstra weg is? Ik denk Mark Rutte. Rutte koos ervoor de Kamer niet actief te informeren. Ik heb dit niet als een groot probleem gezien. Dat is een politieke inschattingsfout. Heeft hij het goed gedaan? Dat is de vraag. Ja, de oppositie vertrouwt hem niet. Heeft u het met enig ander persoon besproken? Misschien binnen algemene zaken, dat weet ik echt niet zeker. Maar niet, dat weet u wel zeker? Nee, dat weet ik absoluut niet. Wat ik u zeg. 1/3 van de Tweede Kamer bijna heeft geen vertrouwen meer in de premier. Vertrouwen opgezegd. Ik kan het gewoon bijna niet geloven. Zeggen, ja, nee, daar heb ik echt geen herinnering aan. Dat voedt het wantrouwen. Het was echt niet een makkelijk debat voor Rutte. Nee. S'avonds. Nee. Wilders had hem ook wel even goed vast. Bij de? Ja, gaat toch gewoon bij de kladden. En ik vind het aanvaardbaar die minister-president de Kamer niet meteen heeft geïnformeerd. Bij de kladden. Maar zit in de kladden, kan je dat aan Het was wikken en wegen voor de Eerste Kamerleden. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, kan je kladden ook doneren? Dinsdag was er nog iets anders. Was ook wel één iemand wel blij aan het Binnenhof. Wat een brug. Mevrouw Jorritsma. Meneer Brinkman. Pia Dijkstra, die was hartstikke blij. Jarenlang geknokt voor haar wet en het is ze gelukt. Ja, hak over de sloot. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden, daartegen 36 leden. Toen dacht ik, yes. Is en dan de kern nu iedereen meteen donor geworden? Nee. Nee. Dan, want dat is pas in... half juli 2020. Yes. Ben je ondertussen al donor of ben je nog steeds last? Ja, ik sta vanaf midden 2020 geregistreerd als geen bezwaar. Zo. Lapswans. Ja, dat is... Yeah, you're such a lapswans. Ja, zo is het geregeld nu. Wij als nabestaanden van Xander... Precies. Ja. Alles, ja, ja, alles eruit. Ik zou beginnen bij zijn kladden. Neem maar mee. Vooral het gouden hart. Ja. Oh. Maar hij heeft helemaal wat op zijn lever. Die zou ik niet nemen. Ja. Zeg maar Endor. En door. Weet u wat er op 21 maart is? 21 maart. Ja, zullen we jou eens vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt in Enschede? Dat wil ik wel weten. Ja, kijk maar lekker. Kunst in Enschede. Hartstikke gezellige markt. Laurens van der Velde, ik ben de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid hier in Enschede. Je hoort inderdaad veel buurthuizen die sluiten, maar misschien gewoon omdat de mensen niet meer komen. Ja en nee. Het is niet alleen een buurthuis, het heeft ook een aanslingerende werking op wat er omheen gebeurt. Het faciliteren van een toevallige ontmoeting tussen mensen die elkaar niet zo snel zouden zien. Faciliteren van een toevallige ontmoeting, dat is echt het beste zin bij far. Oh, dit is een mooi shot, zeg. Oef. Ik vind het is allemaal heel nieuw. Ja. Het lijkt wel Almere. Ja, wow, duif. En Niels hè, van den Berg, Burgerbelangen Enschede. Daar gaat het allemaal om. Hartstikke dicht. Voor het dorp Glanenbrug is het een belangrijke plek. Hè, voor de ouderen die hier kunnen zwemmen. En dat is best wel een irritatie in dit soort dorpen. Dat hier niet is men meer... er wel klaar mee wat dat betreft. Men heeft het gevoel bij de gemeente Enschede, de Glanenbrug, de afvoerput is van de gemeentelijke begroting. Ja, wandelshot. Het zou best wel eens kunnen dat we hiermee een soort cameraprijs... Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, ja, ik pak hier... Meneer Van den Berg heeft een aantal keren de kans gehad om het zwembad open te houden. We hebben eigenlijk elke keer gezegd, in krokodillentranen kan je niet zwemmen. Dat kan hij zo stellen. De PvdA die heeft hier, ik weet niet hoe lang, echt met een absolute meerderheid gezeten. Dat vind ik met modder gooien, dat moeten we verder ook niet willen. Ik ben zelf een ontzettende fan van de Engelse pubs. Ja, dat is hier nog niet echt de sfeer, hè? Nee, weinig kennis. Dit is in scène gezet? Dit is dus reus in scène gezet. Nee. Ik vind het fietsen in de binnenstad heel vervelend. Waarom? Want dan loop je heel rustig op de markt en dan komen er mensen heel hard doorheen gekrost. En dat mag gewoon? Ja. En dan doet de politiek niks aan? Nee. We zien hier al twee bandieten aankomen. Ja. Loop je en dan bang. Oh. Kan zomaar gebeuren. Die gaat het gewoon echt recht door. Ja. Nog een fietser. Hallo. Dit is... Ivekotsch, CDA. Als dat zo'n proef met de legalisering van wiet doorgaat, dan vreest u dat het hier nog veel meer is. Ja, dan zal het toerisme alleen maar, of drugstoerisme alleen maar aantrekken. En is dat een belangrijk campagnethema? Voor ons wel, ja, als het gaat om veiligheid. Je ziet dus de effectiviteit van de afgelopen periode. Want hier was het echt een probleem een paar jaar geleden. Elke keer als de trein kwam, dan zag je dus mensen... Hoe krijgen die hier weg dan? De handhaving, hè? Dus dat denk ik ook wel beamen, meneer, of niet? Van welke partij is dat, hè? CDA. CDA? Ja. Dan hoeft u helemaal niet te komen. Oh, oké. Okay. Kutluk heb ik helemaal geen... Oh, het christelijke. Oh. Nou, hoeft ook weer niet zo streng toe te spreken. Dit zou dan een drugstrein moeten zijn. Gaan we even naar het buitengebied van Enschede. Ook wel mooi, hè? Margriet Visser,
Enschede anders. Ik ben betrokken raadslid. We hebben ontzettend veel geld uitgegeven aan een fietssnelweg. Ja jongens, dat is mijn brug te ver. Die paar honderd mensen die er overheen rijden. Speerpunt van Enschede anders. Dat is betere zorg en ondersteuning voor mensen hier. Hoe zou je behandeld willen worden in die positie? Ja, de menselijke maat. Cafetaria de Haven. We gaan in gesprek eigenlijk met de PVV'er. Jan-Willem Elfrink. Tarlijn van Enschede. Er is toch hoogbouw. Kijk, de haven. De haven, daar is het werk en we moeten meer werk hebben in Enschede, omdat we een hoog percentage laagopgeleide werklozen hebben. Ik denk dat we te hoog hebben ingezet op de high-tech-industrie, hoogopgeleide mensen. Is er hier inderdaad echt een probleem met de islam? Een probleem is er natuurlijk niet, maar we willen de problemen voorkomen. En zeggen die andere partijen, we kennen meneer Elfrink eigenlijk nog niet, vragen zich af of ze misschien met u ook wel kunnen samenwerken? Nou ja, wat de partij landelijk beslist, dat is hun probleem. Wij zijn hier gemeentelijk bezig en we willen absoluut samenwerken met de partijen. Bent u gewoon dan eigenlijk baas in eigen stad? Stel, u wordt uitgenodigd voor besprekingen straks om in de coalitie... Oh, je bedoelt of de PVV Den Haag iets te vertellen even over Enschede? Ja. Nee, absoluut niet. Geert Wilders hoeft niet te denken dat hij enige inmenging straks heeft in Enschede. Ja, dat verhaal gaat, hè, dat die lokale PVV'ers niet zo heel veel zelf mogen bepalen. Maar ja, dat schijnt niet waar te zijn. Dus u mag en gewoon met D66 en CDA natuurlijk. Gaan besturen. Stel, zij willen dat ook. Absoluut. Ja. Weet ik niet of dat zo is. Met D66? Het zal wel moeilijk gaan, maar... Ik noem het gewoon GroenLinks erbij. Het zou GroenLinks mogelijk kunnen zijn. VVD, ja, natuurlijk. U noemde net al even een belangrijk punt, voorkomen van de bouw van de moskee. Is dat realistisch dat u dat gaat tegenhouden? Realistisch niet. Maar we zullen er alles aan doen om het toch tegen te houden. Wordt het een grote moskee dan? De grootste moskee van Europa. Die hebben wij in ons kleine Enschedeetje niet nodig. Zo, dat was het weer. Het was een lange dag. Enschede. Ja, wat een dag zeg. Waar zullen we heen gaan? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Dat moeten we nog een beetje regelen. Ja, ik denk Weert. Laten we naar Weert gaan. Laat ons gewoon weten wat er Weert is in Weert. En dan komen we dat misschien wel bij jou bekijken. Dan zijn we de volgende week weer. Dan zijn we de volgende week weer Weert. Leuk dat je keek. Tot volgende week. Doei. En de drugsproblematiek was al opgelost, want de bewoner daar was helaas overleden. Oh, dat is maar, een mooie oplossing. Moest het een definitieve oplossing, laten we het zo stellen. Maar de...